Ik vind het echt een heel vervelende manier van filmen hoor. Hey allemaal, het is maandag, een nieuwe week, dus welkom bij een nieuwe vlog. Ik heb me net klaargemaakt, want ik ga zo meteen naar Walibi. Echt 2 jaar geleden volgens mij dat ik daar ben geweest. En ik denk niet meer dat ik het een hele dag volhouden. Dus we gaan er echt... Noors is aan het zeuren. Dus we gaan er maar een paar uurtjes heen. Maar eventjes alle achtbanen weer testen. Wat is je vriend? Moet jij zo nodig naar buiten? Moet je een plasje doen? Kijk nou die oogjes. Nog eens een plasje? Wat kun je goed staren. Nou, gaan we naar buiten? Kom maar. Kom maar. Yo, yo, yo. Hashtag hard gaan. Hard gaan. Wat gaan we doen? We gaan naar Walibi. Last minute beslissing. Ja, het is volgens mij wel heel erg druk. Want er staan ontzettend veel auto's. Maar goed. Auw. Wat is er? Ja, knokkels tegen mijn knop. Maar goed. We gaan hard. We gaan in alle achtbaan in de camper. Het is 10 voor 1 en we gaan nog even naar Walibi. Ja, maar we willen toch maar eventjes. Een paar achtbaantjes pakken. Anders even wordt voor toch de misselijk. Vibe. Maar goed, ik heb ook de GoPro meegenomen. Dus ik ga proberen of ik zo in de achtbaan kan met de GoPro. Zo stiekem. Ik denk wel dat het moet lukken. Oké, zien jullie zo in de snoepwinkel denk ik. Attractie hebben we gehad. Hij ging lekker. Me roven. Oh. Roven. Annie heeft even de lekkere muziek hier aangevraagd. Waar gaan we nu naartoe? Naar de Goliath? Waarom gaat hij weer naar beneden? Selfie stick maar weg en de GoPro mag ook weg. GoPro ook niet? Nee. Nou, helaas is onze GoPro actie mislukt. GoPro avontuur is voor korte duur. Ja, mag dus officieel niet mee. Stopte de attractie toe. Ja, we moesten beginnen. Dat hebben jullie kunnen zien, maar ik zou dit stukje af laten zien. Maar we werden dus weer naar beneden gehaald om die GoPro weg te doen. Nou, we gaan nu naar de Goliath. En dan proberen we het gewoon nog een keer proberen. This is our childhood. Tutti frutti en framboos. Maar dit is blauw. Oké, we gaan nu dus in de nieuwste attractie van Walibi. Hoe heet die? Last Gravity. Hey jongens, het is 4:30 en het is mooi best. We zijn ongeveer, jee mijn god, is het warm. Hoe lang zijn we hier geweest? 3 uurtjes denk ik. 3,5. Was leuk. We hebben net heel veel snoep gegeten. Ik ben misselijk. Ander ik er nooit. Nu lekker naar huis zijn. Dus ik zie jullie thuis. Ben weer thuis. Was super leuk, zoals jullie hebben kunnen zien. Ik ga nu even boodschapjes doen, dus ik zie jullie vanavond ergens wel weer. Dinner is ready. Hi boyfriend. Hi girlfriend. Eet smakelijk. Dankjewel, jij ook. Veel plezier ervan. Movie time. Congratulations. I'm one. Hey
Hey allemaal, het is inmiddels een paar uurtjes verder. We hebben lekker filmpje gekeken. En we gaan nu lekker slapen. En deze pukkels gaan maar niet weg. Het zit er nu al een week. En ik ben er klaar mee. Heeft iemand een gouden tip? Hoe je er snel vanaf komt? Let me know. Ik zie jullie in ieder geval morgen. Doei. Good morning. Tijd voor ontbijtje. Hey, ik heb net even een zakelijk telefoongesprek gehad en ik ga nu even snel naar de stad. Ik moet eventjes een pakketje posten en ik ga even snel langs de Sarah, denk ik. En dan komen mijn vrienden met hun kleine baby, Lauren. Super veel zin in. En dan ga ik even lekker hier gezellig lunchen en gewoon even gezellig elkaar weer zien. Oké, ik zal even laten zien wat ik aan heb en dan ga ik. Outfit of the day. Weer deze leuke rok van Chestus met een groot oversized t-shirt. Gucci riempje. En mijn Balenciaga's. Hallootjes, ik ben weer thuis. En René is hier met deze. Oh, daar was je al. Met Lauren. Mooi, oh, snoetie. En Elsie is er ook. Die heeft net gevoed. En we gaan eventjes lekker lunchen. Zo zoet. Even bij oom Leon. En mama Elsa. Papa René. Oh ja. Ik kan er nog mee, hè? Papa hoort er ook bij. Ja. Goedemorgen. Het is woensdag. En ik ben gisteren echt helemaal vergeten om nog te vloggen. Ik weet niet eens meer wat het laatste beeld was. Ik denk met mijn vrienden. Nou ja, maakt het niet uit. Gisteravond kwam nog een vriend van ons langs, Jurjen. Die is een jaar lang op reis geweest en die had nieuwe kleren nodig. Dus Leon heeft hem even een paar leuke setjes aangesmeerd. En nu is het dus de volgende dag en ik ga vandaag naar een leuk strandje toe in Harderwijk. Samen met Emeline, mijn vriendinnetje. Dus ik neem jullie mee nu even klaarmaken en dan zie ik jullie later. Zo, ik heb me klaargemaakt. Ik heb een superleuk jurkje aan. Het merk weet ik niet meer, maar ik heb hem gekocht bij Cure. Dat is een winkel in Brussel. Ook een leuke webshop. Ze hebben ook een hele leuke webshop, dus ik zou zeker eventjes kijken. Dit is het. Het is een beetje zo'n Arafat-achtige jurk. Chloe laarsjes. En ik ga eventjes wandelen. Oh, alien hier. Even wandelen. Met Noors en dan richting Harderwijk. Zo, strandje in Harderwijk. We gaan naar Valhalla. Nee. Vergeet gewoon te vloggen. We hebben net lekker lunchje gehad. En we gaan zo meteen eventjes op het strand liggen, denk ik. Het is echt super leuk hier. Tijd voor snacks. Nou. Zo lekker. Hey, een paar uurtjes later en ik ben weer thuis. En ik heb een lekkere salade gemaakt. Een Caesar salad. En als het goed is, komt Leon zo ook thuis. Verder moet ik sporten vanavond. Maar ik heb echt geen zin. Maar ik ga proberen om mezelf ertoe te zetten om naar de sportschool te gaan. Dus ik hoop jullie zo meteen te zien in de sportschool. Ja hoor, ik ben in de sportschool. Met Gerry. Met Gerry is er ook. Dus we gaan even workouten. Hey, nou, zoals jullie konden zien, ben ik naar de sportschool geweest. We hebben verder niet echt heel veel gedaan, maar dit was weer eventjes een inkom-sessie. Zeg ik dat goed? Een introductie. We zijn anderhalve maand niet geweest, dus we moeten weer eventjes inkomen. Ja, Leon en ik gaan nu even lekker filmpje kijken. En dan lekker slapen. Dus ik zie jullie morgen. Ciao, ciao. Goedemorgen, het is donderdagochtend, het is al 11 uur en ik heb me klaargemaakt en opgemaakt en ik ga nu even snel Noortje uitlaten en dan ga ik eventjes wat foto's maken voor Annerieke en gaan we nog even lekker snel een bageltje eten en daarna ben ik eigenlijk van plan om een pashokje shoplog op te nemen. Ik heb een aantal leuke dingen gezien bij de Zara en bij de H&M en ik zag deze video steeds vaker voorbij komen op YouTube.
Dus ik dacht, misschien is dat wel leuk. Misschien ook dat vandaag en anders morgen. Maar ik denk dat dat leuk is voor een volgende extra video. Dus ben je nou nieuwsgierig naar, abonneer dan eventjes. Want dan krijg je een melding wanneer ik nieuwe video's plaats. Dus dat zou heel leuk zijn. En ik zit op bijna op 5000 abonnees. Bijna. So help me out. Even lekker ontbijtje met Annie. We zitten hier bij Frank Food. En het ziet er heel gezellig uit. Ja, wie is deze knappe dame? Wat zeg je? Wie is deze knappe dame? Ah, je roosje motie hoor. Ja. Ah, lekker beentjes. Wat ben je allemaal aan het doen joh? Ben je wel aan het filmen, baas? Ja, hoor. Je bent weer lekker aan het inzoomen. Kijk nou, lekker jongens. Hey, ik ben inmiddels weer thuis en ik heb eventjes lekker geshopt. Ik had al een aantal dingetjes, maar ik heb ook wat nieuwe dingetjes geshopt. Maar ik heb net een pashokjes shoplog opgenomen, zoals ik net al zei. En die komt, of die staat al online als jullie deze video kijken. Dus ga even een kijkje nemen om te zien wat ik allemaal heb gekocht. Hey jongens, het is al een paar uur verder. Ik weet niet eens meer wat ik voor het laatst heb gefilmd. Maar ik ben lekker thuis aan het chillen. Ik heb net gegeten en ik ben nu lekker aan Netflix. Ik ben dus alleen op zoek naar nieuwe series voor de zoveelste keer. Ik heb het idee dat ik echt alle leuke series al heb gezien. Dus mocht jij nog leuke series weten, en ik hou vooral van thrillerachtige series, laat het me dan eventjes hieronder in de comments weten. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Ik denk dat ik vanavond verder niks meer ga doen, dus ik zie jullie morgen. Doeg! Hey allemaal, het is vrijdagochtend. Ik heb me klaargemaakt en ik ben eventjes een lekker ontbijtje aan het maken. Ik ben even lekker ontbijtje aan het maken, namelijk maiswafels met zuivelspread naturel, kipfilet en een lekker eitje erop. En dan ga ik even lekker een serietje kijken. Vanmiddag heb ik een Skype call. En ik hoop vandaag wat te horen van de telefoonhoesjes. En daar even een update over te krijgen hoe dat er allemaal voor staat. Nou goed, ik neem jullie vandaag mee, maar het gaat geen bijzondere dag worden. Dus een bereidje vast voor. Ciao! Wat is er gebeurd? Ik heb een nieuw vriendje. Kale. Kale? Nee, anders is de kopkaal geschoren. Nee, Huub heeft de kopkaal geschoren. Wel een beetje wennen. Dat zie ik eruit. Maar hij kan het goed hebben. We zijn aan het koken. Ik voel me niet zo lekker. Ik heb wel een beetje grieperig, snotterig. En ja, ik heb ook dus de hele dag niet geklopt. Want ik heb alleen maar op de bank gezeten en me een beetje zielig gevoeld. Dus dat. En Norris is de hele tijd vervelend aan het doen. Want die wil naar buiten. Dankie. En daar heb ik ook geen zin in. Dankie. Maar goed, zie jullie later. Wat eten we vandaag? Witloof met ham en kaas. En aardappelpuree. Heerlijk. En Leon heeft ook nog worstjes. Eet smakelijk. Good morning. Het is zaterdag en ik ben echt mega verkouden geworden. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik ga eventjes de stad in. Even foto's maken met Anderike. En ik ga eventjes gezellig langs Leon. En daarna ga ik naar mijn opa en oma. Want mijn opa die was eergisteren jarig. En ik moet nog even een cadeautje kopen. En ja, zo ziet de dag vandaag eruit. Wederom, niet interessant, maar wel gezellig. Ik neem jullie mee, dus ik zie jullie zo. En dit is wat ik aan heb vandaag. Blouse van Zara, die ik van de week heb gekocht. Rokje zit scheef, maar die is van ASOS. Vintage Louis Vuitton tas. En deze hakjes. En daarbij doe ik deze zonnebril van Celine. Hey. Oh, ik heb een vlek. Hey, ik ben met Annie. We zitten hier eventjes op het stadstrand. En we hebben net even hier leuke foto's gemaakt. En ja, colaatje. Zo, inmiddels alweer thuis. En ik vond deze vuillak op de bank, op ons nieuwe kussen. Terwijl hij heel goed weet dat dat niet mag. Maar goed, ik ga eventjes lekker met hem naar buiten. Het is zo snikheet, jongens. Ik had helemaal niet gedacht dat het vandaag zo warm zou worden. Maar het is echt zo'n 25 graden. En lange mouwen, een beetje te warm. Ja. Zo, gezellig bij opa en oma. En we gaan nu een potje skiboeën. Acht.
We zijn net begonnen. Die had ik ook al gehad hoor. Ah, ik ga weer winnen. Die had ik ook al gehad. Ja. Hey Iris. Ik reed niet. Wie gaat er winnen? Ik. Denk jij. Ja. Hallo oma. Hallo. Hey jongens. Inmiddels ben ik weer thuis en ik voel me echt niet lekker. Dus ga gelijk slapen. Ik zie jullie morgen. Het was een hele saaie dag. Ik heb niks gedaan, niks gevlogd. Maar goed, slaap lekker en tot morgen. Good morning. Het is zondagochtend. Wij zijn wakker, klaargemaakt. Ik ga nu Noors uitlaten. En dan gaan we gezellig een dagje naar Amsterdam toe. Dus ik neem jullie mee. We zijn in Amsterdam aangekomen. En we zitten nu bij Roze. Leon neemt een lokale kop. Ik ga hier even lekker lunchen. En even lekker voor perensappen genieten. Net lekker gegeten bij Robbe. Nee, George. En het was lekker, alleen de service was echt mega slecht. Het duurde echt een eeuwigheid. En nu lopen we naar een of andere winkel waar Leon naartoe wil. Hoe heet hij ook alweer? Oh, Leon is er niet, sorry. En nu lopen we naar een winkel waar Leon naartoe wil. Ik weet niet hoe het heet. Ik volg. Ik vind het echt een heel vervelende manier van filmen hoor. Is dit beter? Ja. Daar is hij weer. Hij is er nog. Hij is dus overal online uitgekocht. Dus eigenlijk moet ik hem gewoon kopen. Ja. Jij, ik zal het doen. Okay. Ja. En dan wel de nieuwe, graag. Neem nog even checken. Ja. What's in my bag? Steeds slechter worden. Dus ik kan niet wachten om thuis te zijn. Maar dat is wel gezellig. Toch? Heel gezellig. En ik heb dus iets moois gekocht. Nou ja, jullie weten waarschijnlijk al wat, maar ik ben er heel blij mee. En misschien is het wel weer leuk om binnenkort dan een nieuwe designer bag stash video op te nemen, aangezien ik weer wat extra tasjes heb verzameld sinds mijn vorige video. Dus als jullie dat leuk vinden, doe dan even een duimpje omhoog. Dus wat doe je dan? Duimpje omhoog. Oké, we zien jullie weer thuis. Ciao! Ah, what's in this bag? Dat weten jullie allemaal, maar ik ga hem toch nog eventjes uitpakken. Yay! Het is de Balenciaga Triangle Duffel Bag in het groen. En deze was dus overal uitverkocht online. En ik heb hem toch nog uiteindelijk weten te bemachtigen. En ik ben er heel erg blij mee. Ik hoop dat jullie hem ook leuk vinden. Hij is natuurlijk wel apart van kleur, van vorm, van, nou ja, van maat niet. Maar hij is bijzonder. Maar dat maakt hem ook extra leuk aangezien ik... aangezien ik best wel veel gewoon classic, sorry Noors maakt heel veel lawaai. Aangezien ik best wel veel gewoon classic tassen heb in het zwart, dacht ik dit is een hele mooie aanvulling op mijn tassencollectie. En binnenkort dus een nieuwe video over mijn hele designer bag stash. Happy! Hey, ik heb lekker gekookt. Ik hoop dat het lekker is. Ik heb quesadillas gemaakt. Yummy, yummy! Dit werkt niet. Het was natuurlijk een scenario dat we op dichte banden buiten zouden raken. Nou, dat zijn. Auto geparkeerd, die is
als verloren beschouwen. Penosa! Oh, nog niet. Maar zo meteen wel. Kijk, het is zo warm hier in huis dat we al onze kleren hebben uitgetrokken. Ja, waarom is dat aan? Het is 26 graden hier binnen. Oh. Maar... Wat gaan we kijken? Penosa. Penosa. Ik hoop dat jullie ook allemaal verslaafd zijn aan Penosa. Zo niet. Zijn jullie echt stom? Wat zeg je nou? Misschien zijn ze wel ergens anders verslaafd aan. Het is echt weer zo debiel iets wat jij zegt. Auw! Rotjoch. Hey allemaal, ik was helemaal vergeten om gisteren de vlog af te sluiten. Dus bij deze bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vinden en tot volgende week. Doei!